Heer een blie dat het af is. Ja, ja, en dan uit Ron van het hart. Want er komt echt veel meer op de afstand van de Veurewits. Dat is echt een pokkenwerk, ja, een zwaar werk geweest. Pokkenwerk vind ik net zo man. Dat is echt zwaar werk geweest. Ook ten alle details en ze gaat, we zijn nog 2,5 jaar met aan de gang. Eerst had ze dat rondje hebt. Maar het is er nu, groot zilver. Op 20 november wordt het beugsje gepresenteerd in het Trivianum. Dialectoloog professor Van Hout heeft een inleiding. Nou, er wordt straks al gezellig. Een paar jaar werk zitten erop. Kunt je eens een beetje inkijk geven wat dat werk zoal inhield dan? We zijn met een groep van 7, 8 dames en heren bijeengekomen. Iedere week op Trivianum. We hebben daar de lijsten samengesteld. We hebben oude lijsten gebruikt om te kijken van welke woord. We hebben besloten van dat doen we wel, dat doen we niet. En wie de lijst nog dik 2 jaar verder wordt, hebben we een groep met lui die verstand hebben van taal, taalkundigen, hebben we die lijst gans nog eens nagekeken en daar hebben we gediscussieerd van klopt dat wat de lui gezag hebben, moest het inderdaad zo schrijven. En daar waren af en toe hele leuke discussies bij, ook omdat een van de taalkundigen die heel erg bedreven is in wie de klankleer ineen zit, uitgelijnd kwam en dus daar ook een hele goede inbreng kon schrijven. Nu is het een woordenlijst, het is nadrukkelijk geen woordenboek. Nee, het is een woordenlijst geworden. Dat wil zeggen, we willen aanwijzingen geven over wie ze het moest spellen. Ook in zich geven in wat voor soort woord is het. Bij werkwoorden ook aangegeven van wie wordt het in de verleden tijd en in de tegenwoordige tijd, wie wordt dat aangegeven. We hebben eerst een inleiding gegeven over de klankleer in zijn algemeenheid. En we hebben als afsluiting hebben we een lijst gemaakt van dit zijn de woorden die we besproken hebben. En dat hebben we als een soort service aan de lezer. Hebben we dat gedaan met een lijst Nederlands Limburg, zodat de lui kennen, Nederlands Zittisch. Zodat de lui dus kunnen nakijken. Ik heb dat Nederlandse woord in de kop. Ik ken in het middengedeelte, in het hoofdgedeelte, ken ik kijken wie ik dat in het Zittisch kan gebruiken. Voor een stukje humor zou ik de professor Luc van Moorselen van de Katholieke Universiteit loon maken. Ik moet zeggen, het gebeurt mij ook. Hè. Jaren geleden sms'te mijn vrouw regelmatig IHVJ namen. Ik hou van jou. Ik moet zeggen, de laatste tijd is het alleen nog maar BBM. Breng brood mee. Komt er nog achteraan GV, geen volkoren. Maar goed, op deze manier, dames en heren, verliezen we onze moedertaal. U weet trouwens waarom het moedertaal heet en bijvoorbeeld niet vadertaal. Het is heel simpel, mannen hebben niks te vertellen. Dus. Maar dat even terzijde. Er wordt muziek van leerlingen van het Trivianum. Voor wie is het geschreven? Voor de zitterder. Voor iedereen die zijn dialect wil schrijven. En het weet wie ze dat moet schrijven, althans wat spelling betreft. Dus dat moet op een gegeven moment zeggen, dat moet een bron hebben. Dan moet je gaan kijken wie zit dat, wie wil ze modern zijn, wie wil zijn taal verzorgen. Nou, is dit, vind je veel, boete en geschik voor. Verzeer namelijk dat heel veel lui in het dialect bijvoorbeeld via Facebook meteen schrijven. En het zou schoon zijn als ze dat allebei op een gouden manier schrijven. Want iedereen schrijft op dit moment, veel u schrijven op dit moment nog, wie ze denken dat het zou moeten. En dat maakt het natuurlijk niet lesbaarder voor iedereen. En voor iedereen die het dialect gebruiken wilt, het schrijven wilt, daar is dit beukje voor bedoeld. Je doet het niet van jullie zelf, je hebt het gedaan van de Willy Dol Stichting. Kun je meer vertellen over wat die stichting zo inhoudt en waar ze de naamgever wordt? De naamgever is Willy Dols. Dus, maar dat was een zitterder, de leefde van 1911 tot 1944. En dat was een taalkundige. Een buitengewoon getalenteerde mens. En de eigenlijk ervan uitging, en dat was van den tijd modern, een dialect is een eigen taal. Ook al is dat gebied klein, maar het is een eigen taal, een eigen structuur. En dat was modern. En dat is het idee dat nu in de dialectologie en de taalkunde algemeen is aangenomen. En uit die visie dus
de eigen taal op niveau propageren. Nou, daar hebben we zijn naam gekozen. En toen hebben we gedaan wat binnen die taalkunde moet we gedaan wat in zijn visie past. En dat is dan het Grijnbuksje geworden. Nu, want we hebben nog andere projecten. Mm-hmm. Maar dit moet het eerst afgewerkt worden. Een van die voorbeelden daarvan is ook de schriftwijzer. Kun je daar eens meer over vertellen? Ja, dat is dat cartoonje, zeg maar. Ja? Ja, nou, daar staan in feite de grote lijnen op. Dus hier staat het feit uitgebreid. Het buksje staat uitgebreid wie de spelling ineens zit. De schriftwijzer, dat steuntje, dat hebben we in feite gemaakt om de lulot van zeggen de nerven te kennen lopen. Ze hoeven ze niet altijd op te zoeken. Ze dat direct nerven op ze de hoofdgegevens opstaan. En dat is net zo belangrijk. Ja. Het is gewoon dat we zeggen heinig om nervig te hebben. Nu is algemeen bekend van het Zittisch, ja, de eierklank zal ik maar zeggen, hè? Geen veer, maar veer. Zou je me eens even de volgende zinnen in het Zittisch kunnen zeggen? Dat wordt niet schoon. Dat wordt niet schoon. Ja, nu zijn ze mij nou, maar dat is geen Zittisch, of wel? Nee, het woordje niet. Ik zat er en het waar. Dat kan alle twee. Het was. Dat kan op dat punt. Dat is een taalfenomeen dat niet gans vaststaat. Dus daar kan ze drie keer niet mee doen. Maar het ging zich met name om die zogenaamde Sittardse diftengering. Die verschuiving erin. Van nee, zeggen weer nee. En dan zat het in. Dat zit. En veer groen bloemen? Veer groen bloemen. Dan gaan we al een beetje de meer zin als borden neer. Ja, er zitten ze alle drie in. Veer, groen, bloemen. Ja, het zijn drie klankwetten, ja. Dames en heren, dit is hem. Heren, het is ons een echte eer om u dit te maken aan. Roland, ik wil graag naar de hand je commentaar horen. Oké. De eerste exemplaren worden uitgereikt aan professor Van Hout en aan Netto en de aanlevers. Ik vond het eer als zoveel mensen zoveel tijd in hun eigen dialect steken en er zoveel moeite voor doen. Ja, dan bewijst alleen maar hoe sterk zo'n dialect van het Sittards was. En voorlopig hoop ik ook zal blijven. En het is me eigenlijk, ik zeg het nogmaals een keer, het is mijn eer dat ik één van de eerste twee exemplaren mocht ontvangen. Dank. Dikke proficiat aan het adres van UG, de Willy Dool Stichting, die met heel veel enthousiasme, met ook een hoop gezelligheid, dat moet ook, want dat hoort op die, denk ik, een geweldig resultaat aan ons kennen aanbieden, niet alleen aan ons, maar op deze manier, denk ik, aan generaties die door echt nog niet om nog eens het oud-Zittens te kennen spreken, maar ook de jeugd, want de jeugd is ook wat dat betreft de toekomst, dat die spreekwoordelijke handvatten hebben om ook dit stukje cultuur, het Zittens, naar de toekomst toe te kunnen garanderen tot het ook nog naar een volgende generatie geeft. Hartstikke bedankt. Ik zal u eerlijk terugrapporteren of ik eerst de wiel ophoud en het dampasse beuksje leer of anders. Ja, dan houd je dat nog van me terug. De schrijver houdt ten slotte nog een wijzerwoord van Willy Dols. Als je die taal erkent, dan respecteer ze die ook. Respecteer die taal en cultiveer die ook. Zet die voor die taal in en doet er niet zo veel.